Ben je nu gedurende 2022 gestart met je eigen bedrijf en heb je daarvoor in loondienst gewerkt, dan valt je waarschijnlijk op bij het doen van je belastingaangifte dat je ineens veel meer moet betalen dan andere jaren en wellicht ook dan je had verwacht. Dat komt namelijk omdat over het gedeelte dat jij als salaris hebt gekregen door je werkgever al loonbelasting is ingehouden en dit wordt automatisch afgedragen aan de Belastingdienst. Als je op je loonstrook kijkt, zie je dus wel dat je een bruto bedrag krijgt, dat daar belasting afgehaald wordt en dat je dus een netto bedrag op je rekening gestort krijgt. Maar voor het gedeelte waarin jij nu voor jezelf bent begonnen als ondernemer, moet je dezelfde belasting betalen, maar deze moet je zelf afdragen. Je krijgt dus een bepaald bedrag van je klanten binnen, maar hierover moet je dus nog ieder jaar inkomstenbelasting gaan betalen. En dat is wat we nu aan het doen zijn bij de jaarlijkse aangifte. Ik ga even een rekenvoorbeeld laten zien om dit wat te verduidelijken. Bijvoorbeeld, je hebt in 2022 bij een werkgever gewerkt en je jaarinkomen over het heel 2022 was 36.000 euro. Gedurende 2022 ben je ook gestart met je eigen bedrijf en daar heb je 15.000 euro mee omgezet en daar staan 3.000 euro aan kosten tegenover, waardoor je winst dus 12.000 euro is. Over deze 12.000 euro moet je dus nog inkomstenbelasting zelf gaan afdragen. Op totaalniveau moet je afdragen aan inkomstenbelasting 12.757 euro. Maar hiervan is dus al een gedeelte via je werkgever ingehouden. In dit voorbeeld is dat bijvoorbeeld 7.000 euro. Het restant zul je dus zelf moeten gaan betalen. En dat zou in dit voorbeeld uitkomen op 5600 euro. Van die 12.000 euro winst die jij dus als ondernemer hebt gemaakt, blijft nog maar 6300 euro over. Het lijkt nu alsof je over je ZZP-inkomen, dus je ondernemersinkomen, veel meer belasting betaalt dan over hetgeen wat jij in loondienst hebt verdiend. Maar dat is niet waar. Uiteindelijk is het zo dat alles op één hoop wordt gegooid en vanuit daar opnieuw de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden berekend. En wanneer je dat doet voor het aankomend jaar, wanneer je fulltime ZZP'er bent, dus bijvoorbeeld in 2023, ga je zien dat je per saldo ongeveer gelijk gaat uitkomen.